De groep Deme is een baggergroep, een waterbouwkundig bedrijf, milieubedrijf. Wij voeren aan de ene kant natuurlijk een bagger- en havenactiviteiten uit, maar we zijn ook heel actief geworden intussen rond de energiesector. Verder milieu, sanering van gronden en van rivieren, kanalen. En verder alles wat te maken heeft met grondstoffen. Het winnen van grondstoffen. Het succesvolle businessmodel van Deme gaat al enkele jaren mee. Klanten krijgen totaaloplossingen aangeboden waarbij veiligheid en kwaliteitszorg centraal staan, maar ook innovatie. Innovatie bij ons is centraal en behoort tot onze bedrijfsfilosofie, omdat de concurrentie heel scherp is. En dus de enige manier om voor te blijven is heel innovatief te werken aan op alle gebieden. Als je praat over energie, wij waren de eerste die in Vlaanderen, België een offshore windmolenpark gebouwd hebben. Wij zijn nu Europese marktleider en wij bouwen in Duitsland, Engeland, Denemarken, Nederland bouwen wij offshore windmolenparken die goed zijn voor ons milieu. Deme tracht oplossingen te bieden voor de verschillende uitdagingen waar de wereld de komende decennia mee kampt, zoals de steeds toenemende CO2-uitstoot, de vervuiling van water en gronden en de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. Superstormen, die problematiek, daar hebben wij samen met andere partijen en partners een plan gelanceerd, Vlaamse baaien, we zijn daarmee bezig. Maar dat geldt ook in het buitenland, we hebben net een werk uitgevoerd in de Malediven. Als je niks doet in de Malediven, binnen een jaar schiet daar niks meer van over. Hè. We hebben dat opgehoogd, we hebben de luchthaven daar opgehoogd. Dat zijn werken die natuurlijk van interesse zijn voor de mensen bij ons. Die zeggen, daar helpen we iets mee aan de omgeving. Een zaak die de omgevende interesseert, de klant interesseert, de mensen hier die voor ons werken.